Skevenhuizen, dat is een project uit Denemarken. Dat hebben ze ook elders in het land, in Arnhem en in andere steden. En dat zijn eigenlijk, ja, vroeger noemden we dat containerwoningen, maar dat is het eigenlijk niet. Het zijn huizen op een afgelegen, meer afgelegen stuk waar mensen kunnen wonen die toch moeilijk vinden om zich in de wijk aan te passen. En dan hebben we het dus over mensen die over het algemeen in het verleden overlast hebben veroorzaakt. Minder goed zijn in sociale buurten, in sociale contacten en dus rust nodig hebben. In de structuurvisie die afgelopen woensdag is goedgekeurd door de meerderheid van de Raad, zijn er een aantal gebieden aangewezen waar ze gaan onderzoeken of en hoe daar windmolens kunnen komen. En een van die gebieden die ze aangewezen hebben is inderdaad langs de A73, een gebied in Nijmegen-Noord, maar ook een gebied langs het Maas- en Waalkanaal. En ze staan er nog niet. Ze zullen er ook voorlopig nog niet staan. Als het aan ons ligt, komen ze er sowieso niet. Maar het is een richting die aangegeven wordt. En wij vinden dat je, als je die richting aangeeft, dan ga dan eerst even naar de bewoners. Zeg dan even tegen je, joh, wij zijn hiermee bezig. Wij hebben hier plannen voor. Wat vinden jullie ervan? Nu wordt het gebied aangewezen als we gaan hier naar zoeken. En als blijkt dat ze daar komen, dan staan bewoners weer voor een voldongen feit. We hebben zojuist een gesprek gehad met een vrouw. Die vroegen wij, wat kan er beter in uw wijk? En die mevrouw die antwoordde, ja, dat weet ik. De groenvoorzieningen kunnen beter. Trottoirs zijn niet beloopbaar. Wortels komen naar boven. Er moet meer gedaan worden aan bomen die veel te groot zijn in vergelijking met de huizen. Zij maakte zich daar ernstig zorgen over de groenvoorziening, of het onderhoud daarvan. En zij wilde dat op de agenda stellen. Dus we hebben daar een uitvoerig gesprek met haar over gehad. Het was een heel goed, open gesprek. Ze had ook oplossingen daarvoor. En het was een heel fijn gesprek. En we hopen nog meer mensen zo te spreken.